Ze moeten het gewoon eens proberen. Iedere vrijdagavond zijn ze te horen op Drechtstad FM. Nanda en Enrico en hun collega Marco met de grote vrijdagavondshow. Maar aanstaande zondag zijn ze ook in de studio te vinden en veel langer dan hun gebruikelijke 2 uurtjes. En dat allemaal vanwege de eindexamens die van start zijn gegaan. 12 mei gaan wij een radiomarathon-uitzending houden. Dat is 6 uur lang live radio. En in dat radioprogramma hebben Enrico en ik verschillende docenten uitgenodigd van verschillende vakken waarin eindexamen gedaan wordt. Om examenkandidaten te helpen. Dus als zij nog vragen hebben voor dat examenvak, dan kunnen ze die stellen aan de docenten. Er komt een arts langs en die gaat vertellen over hoe je het beste kan ontspannen. Een oud-examenkandidaat komt langs om te vertellen over zijn ervaringen. En tussendoor draaien wij natuurlijk de lekkerste platen voor eindexamenkandidaten en iedereen die wil luisteren. Enrico geeft zelf les op een middelbare school en weet dus hoe spannend deze periode voor de laatste jaars is. Ook dat ze wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Want die examens die zijn net 2 dagen bezig. En ik kan me zomaar voorstellen dat je dan van die eerste examens best een beetje in de paniek bent geraakt. En wij gaan proberen om het weer terug te brengen. Zodanig dat je wel lekker die examenperiode verder doorkomt. De uitzending start om 12 uur en duurt maar liefst 6 uur. Er zijn natuurlijk ontzettend veel vakken waarin examen gedaan wordt. En dan kan je ze wel heel even belichten. Maar we willen juist leerlingen helpen met de vragen die zij nog hebben net voor hun examens. Dus daar gaat tijd in zitten. En wij wilden altijd nog de ambitie vervullen om een marathon-uitzending te doen. En zo werd 1-1-2. Nanda en Enrico hopen zelf ook veel plezier aan de marathon-uitzending te beleven. Maar ze doen het vooral voor de gespannen leerlingen, die er hopelijk iets van opsteken. Vooral dat leerlingen het idee hebben na die 6 uur. Ik ben goed voorbereid voor mijn examens. Ik heb de vragen die ik nog had voor dat ene vak gesteld. En ik ben er klaar voor. De radiomarathon is aanstaande zondag vanaf 12 uur te volgen via 95.7 FM, Drechtstad FM.nl en Facebook.